Een nieuwe praktijk. Vertel er eens wat over. Ja, het is een nieuwe praktijk. Tenminste, we zijn hier met 3 huisartsenpraktijken zijn we hier samengekomen. We hebben een hoed, huisartsen onder één dak, gevormd. Met 3 praktijken, dus een praktijk van mijzelf, Hodes en Van Beek. Van Bleker en de Ruiter, van de Emmaweg. En de praktijk van dokter Wennekes, Zandweg Oostwaard. En nou ja, die zitten hier nu dus. En hoe is dat gegaan, die samenwerking? Nou, een heel lang traject. We zijn al meer dan 14 jaar bezig ermee. En eigenlijk is het... We hebben dus ook 14 jaar de tijd gehad om heel goed na te denken van wat we wilden. Met wie we wat wilden. En uiteindelijk zitten we nu met elkaar en we zijn hartstikke blij hoe het gaat en hoe het is. Ja, heel goed natuurlijk. Want het kan alleen maar betekenen dat er flink samengewerkt wordt. En wat is het profijt, denkt u, hierbij? Ja, ik denk dat de patiënt uiteindelijk daar beter mee af is. Dat huisarts en psychologen, ja, dat ze goed samenwerken, dat ze elkaar weten te vinden en het juiste zorg kunnen bieden voor de patiënt. Hoeveel artsen werken hier nu? In totaal 6 artsen met huisarts in opleiding, soms wat waarnemers. Maar we hebben 6 spreekkamers en 6 vaste artsen. Maar er zit hier veel meer dan alleen artsen, hè? Ja, er zit de apotheek, een hele mooie apotheek, dat heeft u misschien gezien al. We hebben de fysiotherapeut, we hebben logopedie, we hebben een diëtiste, we hebben Jellinek verslavingswelzijn zit hier. Dus we zitten met echt heel veel saltro, bloedafname. We kunnen ook echo's laten maken hier. Dus het is eigenlijk een heel erg compleet centrum met heel veel verschillende mensen. De diëtist mocht vandaag niet komen met al die gebakjes. De diëtist vindt het goed dat we vandaag 1 gebakje eten. En hoeveel patiënten bestrijkt dit nu? Ja, een kleine 8000. Ja, 3 praktijken dus. Boomstede is ook een heel nieuw medisch centrum geopend. Is dit een trend aan het worden? Ja, ik denk het wel. In Breukelen was volgens mij de eerste medisch centrum in de Angstel. En nu volgen er meer. Ik denk dat het heel positief werkt en dat men daarvan leert. En dat het inderdaad op meer punten zo mag komen. Ik begrijp dat de openingstijden ook zijn aangepast nu. Dat het eigenlijk veel breder is dan het eerst was. Ja, kijk, het mooie van een centrum is dat je niet dicht hoeft. Hè? Dus dat je gedurende werkdagen altijd tussen 8 en 5 open bent. En daarnaast doen we ook vaak avondspreekuur. Dus we zijn 5 dagen per week van 8 tot 5 open en meestal nog wel langer.